Het is buiten het gezichtsveld van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur dat leerkrachten aangesloten bij de Federatie Instelling en Bijzonder Onderwijs FIBOS enkele maanden niet zijn uitbetaald. Dit geeft Robbie Holban, directeur beroepsonderwijs, aan. De functionaris meent dat er iets misgaat in het subsidietraject. Scholen worden door hun eigen instituten uitbetaald. Wat er is, ze moeten dus een subsidie krijgen, ze worden gesubsidieerd door de overheid. En wanneer de subsidie in place is, wordt dat gedaan. De processen van subsidie zitten niet bij ons, dus ik weet niet waar en wat er precies speelt. Maar het is het traject van subsidieaanvraag van de FIBOS-scholen. En dat moeten zij in orde maken. Een van de dingen die ik weet waar de minister altijd op hamert, niet alleen onze minister, maar omdat het komt vanuit het ministerie van Financiën, is dat hij zegt, je moet me wel laten zien wat er gebeurt met de middelen. En wat ik tot nu toe heb begrepen, is dat de scholen eigenlijk geen verklaring geven van hoe de middelen worden besteed. Dus I don't know if that is a reason dat de subsidie niet vlot verloopt, maar dat is dus buiten ons gezichtsveld, het is het subsidietraject. De nieuwsdienst verneemt dat enkele leerkrachten sinds januari van dit jaar geen geld hebben ontvangen. Holban merkt op dat het proces rond de subsidie niet bij zijn departement zit en het ministerie dus niet op de zaak kan inspelen.